zo'n record. Yes, de opname is al begonnen. Even kijken hoor. Ik zal even nog een berichtje sturen aan. Ja. Oké. Waar ben ik? Hier ben ik. Oké. Ik weet niet of zij er nog bij komt. Anne. Nog even op Anne te wachten. Ik ben weer, ja. Ja. Ik zal gewoon even een klein verhaaltje tussendoor vertellen. Ik heb zoveel energie op het moment, zoveel inspiratie. Ik ga vaak heel laat naar bed en dan sta ik om 6 uur weer op of om 6:45 of iets dergelijks. En dan zit ik gelijk alweer die lessen te volgen en actie te ondernemen. Ik heb een heel mooi verhaaltje geschreven ook van de week. Een heel mooi verjaardagsverhaaltje geschreven voor een vriend en in het Engels ingesproken. Het is nog leuk als ik het nog een keer overdoe met Theresia's harp erbij. Zo ontzettend geïnspireerd. En er was een onderdeel van wat Tony Robbins en Dean nu aan het leren zijn, met een heleboel andere mensen die daar super goed in zijn, is waar ze het over hebben, is van we zitten nu in self-education revolution. We zitten nu in een self-education revolution. En de kennis, even kijken, ik weet niet of Anne het nu. Anne heeft het nu wel ontvangen. Oh, moet ik het even? Misschien moet ik het even naar haar telefoon sturen. Even kijken. Oké, wacht even. Ik moet die link dus even hierheen sturen. Even kijken, dan stuur ik het even. Ik ben er weer. Oh, je bent er alweer. Oké, lukt het zo? Anders zou ik die link nog. Oké, nee, het lukt zo, dankjewel. Oké, super. Ik was nog even aan het kijken of ik je toch nog het kon. Maar goed. Ik was even aan het vertellen, hè, waar Tony en Dean het over hebben momenteel, is dat er een revolutie aan het, die is gaande, en de self-education industry, die is booming, en die wordt nog 3-4 keer zo groot. En de kennis, dus wat er nu op het moment gebeurt, is dat je via sociale media kan je jezelf uitbreiden en je kan cursus aanbieden en dat daar kan je gewoon goed inkomsten uit verwerven maar vooral ook met jouw kennis kan jij andere mensen verder helpen en met die intentie en vooral ja de manier waarop gewoon deze hele familie hoe zij werken, dat is echt heel erg vanuit het dienende en mensen willen verder helpen. En ja, daarbij ook jouw product verkopen, maar jouw product verkopen is ook om te dienen. Ja, ik vind het altijd, ik ben dat ook echt, ik begrijp het. En het is ook nog een beetje een knopje wat nog een beetje bij mij ook echt omgezet. Hè? In Nederland is dat een beetje zoiets van, ja, weet je, ik hoorde me eigenlijk, als ik het zo vertel, dan is bijna of de meeste Nederlanders, die hebben zoiets van, ja, weet je, zo zijn de meeste Nederlanders ook een beetje. Maar ik merk dat wel. Ik heb nu al 30 jaar ervaring met gratis ceremonies weggeven. En waar leidt dat, wat levert dat op? Nou ja, een plekje in de hemel of zo. In ieder geval, vaak hebben mensen die niet betalen, hebben ook meestal weinig commitment. En dan hebben ze wel, nou ja, goed, daar hoef ik niet zo heel ver op in te gaan. Maar dat is in ieder geval mijn ervaring. En de keren dat ik wel geld vroeg, dan vaak waren ze bam, weet je, dan waren mensen echt ook dankbaar. En dan zijn ze ook
If you pay attention. Het zijn allemaal dingen die wel waar zijn. Natuurlijk willen we zoveel mogelijk mensen van dienst zijn en zoveel mogelijk helpen. Dus Dien en Tony die geven ontzettend veel geld aan goede doelen en ook aan om de armste mensen in Amerika te voeden. En daar hebben ze ook heel veel passie voor. Maar goed, waar was ik? Wat was ik aan het vertellen van al die inspiratie? Ik heb een verhaal geschreven. Oh ja, een onderdeel van dit hele traject is Take Uncomfortable Action. En ik had 's morgens zoiets van, ik zou... Je hebt verschillende structuren om jouw product te verkopen. Je kan jouw product verkopen op internet, maar je kan ook de reporter method volgen. Dus er zijn heel veel je kan, doordat je mensen interviewt, vaak leer je ook heel veel van het interviewen van mensen. En op een gegeven moment heb je zelf die kennis van al die... Zoals Tony Robbins is miljardairs gaan interviewen. En heel veel rijke mensen, hoe zijn ze zo succesvol geworden? En dan blijkt daar een structuur in te zitten, wat die mensen doen en wat ze laten. En als je dat dan navolgt, dan heb je een goede kans dat jij ook succesvoller bent in je leven. En dat soort strategieën, dat soort dingen. Maar ja, nou ben ik weer even mijn clue even kwijt, want dan ga je natuurlijk een beetje te veel op hun gedachten zitten. En het gaat erom je eigen pad daarin te volgen. Maar ze hebben het over uncomfortable action. En voor mij iemand interviewen is behoorlijk uncomfortable. Ik neem heel graag de aandacht, ik krijg heel graag de aandacht van de mensen. En ik heb dat toch gedaan. Ik heb gewoon 's morgens heb ik 5, 6, 7, 8... 9 mensen waarvan ik weet in Scandinavië, die ik ontmoet heb op die 15 jaar waren we op al die Viking festivals daar en op andere plekken in de wereld. En ik heb al die heel bijzondere mensen ontmoet, mogen ontmoeten op de beste Viking festivals. Daar hebben ze iets meer geld, dus daar mag ik ook komen en mogen hun ook komen. Dus heb ik al ook festivals waar Wardruna optrad en zo. En waar na een week in de Goedvangen, 10 dagen de markt in Goedvangen, komt Einar Selvik van de man achter Wardruna, die de muziek ook bij Vikings heeft gemaakt, die komt naar Theresia en mij toe en zegt van, jullie hebben dit festival gemaakt. Hij zegt, jullie hebben dit festival gedragen. En als jullie weten, als jullie ons hebben meegemaakt tijdens een kleiner festival of op een huwelijk of iets dergelijks, dan weet je hoe wij eigenlijk dat inderdaad doen. En het is iets ook waar ik me nu eigenlijk het afgelopen jaar veel meer van bewust ben geworden van wat ik eigenlijk de afgelopen 30 jaar allemaal heb gedaan, samen met Theresia. Dat is echt onvoorstelbaar. En nu pas realiseer ik me hoeveel energie we hebben neergezet en hoeveel energie we hebben mogen dragen. Maar goed, ik raak steeds weer mijn kluts kwijt. Nou, ik heb dus nu al 3 mensen geïnterviewd. Een andere verhalenverteller die helemaal in het noorden van Noorwegen woont nu. Hij ziet eruit als een zwerver, een beetje rasta haar. Is heel veel jaren in India geweest ook. Heeft daar met de sadhus gewerkt. Heel magische man, een magische verteller ook. Een healer ook. Een heel bijzonder kleine man is het. Hij is een beetje... sommige mensen worden wel eens een beetje wereldvreemd soms. Maar wat hij zegt in het interview. Ik denk van, ja, dat moet je horen. En ik heb Lars Magnar Enochson ook geïnterviewd. En Lars Magnar, die is echt heel erg van de Viking-rune. En die zegt van, nee, dat kan helemaal niet wat je doet, weet je. De Runemaster moet even streng zijn, zegt hij in het interview. Want die schilderij, dat vond hij eigenlijk een beetje not done. Maar de dag daarna had ik een interview met Glenn Jarl Jortheim. Jort is aard. Jortbar is aardbei. Jort is ook een van de godinnen. De moeder van Thor is Jort.
En Jortheim, de naam zegt het al. Hè? Glenn is ook een, hij vertelde mij, hij dacht al dat het een Engelse naam was, maar het is een Noorse naam. En Glenn betekent een opening in het bos. En Jarl is een earl, een soort een graaf, hè, een direct onder de koning, de Viking Jarls. En hij is ook een Godi. Een groep hebben hem gevraagd als Godi. Ik heb hem ooit ontmoet. Hij doet hele bijzondere dingen op ceremonies. Beetje richting Sundance-achtig. En er zijn video's op YouTube. En het is absoluut shocking. Maar nou ja, als je nou ja, shocking, het is voor sommige mensen wel. Maar er is een video van. Ik heb een man gesproken in. Ik zou die ook moeten interviewen eigenlijk. De gekke peer in Stavanger van Haversfjord, Kaupangen. Die zo heet dat Viking Festival. Die man heeft ook gehangen. Wat ze doen is. Jort, ik heb er niet over gehad in de interview. Maar Glenn die doet ook piercings in mensen met ijzeren pinnen en worden ze opgetakeld, weet je, tijdens een festival s'avonds met allemaal fakkels met drums erbij en daar was ook Lars Magnar bij en Lars Magnar die galdert, die zingt bepaalde runecombinaties en ook die ja, zo doet hij zo een beetje beknepen doet hij dat. Maar ik had het een klein beetje moeite met een klein beetje moeilijk mee wat de runemeester mij had gezegd. Hè. En de volgende ochtend heb ik die rune van die 6 richtingen heb ik om mij heen gevisualiseerd. Ik heb dat heel krachtig neergezet, ook die combinatierune. Dus ik weet waar de combinatierune zitten. Dus als ik in het oosten begin, het oosten is daar, dan begin ik met Fehu Dagas, de eerste en de laatste rune. Dan ga ik naar het noorden en dan zeg ik Isajera. Dan ga ik naar het... Nee, niet Isajera. Ja, als ik het zo vertel, dan is het altijd moeilijk. Ik moet echt mijn kop erbij houden. Dan is Isa Perto... Niet... Ja, Isa Perto. Isa... Klopt het nou? Nee. De eerste en de laatste. En de tweede en de ene laatste. Dus je hebt daar in het noorden... heb je Urus en Otala. En dan heb je Ingwas en Nautis. En zo, als ik die bindrunen, die hebben ook allemaal heel veel betekenis voor me gekregen. Dus dan begin ik oost, noord, west, zuid. Dan ga ik naar boven, dan ga ik naar beneden. En dan ga ik naar beneden, dan ga ik weer naar boven. Dan ga ik naar het zuiden, dan ga ik naar het westen, naar het noorden en naar het oosten. En dan heb ik alle runen gehad. Dan heb ik ze allemaal om me heen gevisualiseerd. En wat ik dan ook nog doe, dan ga ik vaak ook nog terug. Dus dan ga ik nog een keertje... Dan begin ik weer met Eiwas, Jera, Pam. En dan Noord. En dan die kant uit. Pam, Pam, Pam. Pam, 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 Pam. Dat is heel krachtig, weet je. In de Lakota met weg ga je vaak zo met de winden mee. Maar als je het beide doet... Die langs de 6 richtingen en dan beide kanten uit. Dan bundel je echt die power. Dus er zit echt ontzettend veel in deze ontzettend veel mystieke, magische kracht in deze runenreis. Echt, en als je het leert te visualiseren en te begrijpen wat die bindrunen betekenen, is echt, is niet normaal. En ja, het is met, ja, goh. Ik wil er niet heel, heel overdreven verheven over doen. Ik heb wel in een kring gestaan met de mammo's van Colombia, met de shamanen van Zuid-Amerika, Noord-Amerika en India en de Kiva, met de heilige mannen daar. De vice-president van India heeft me een sjaal gegeven. In de Kiva in Mexico en in Nederland, met Toroa uit Nieuw-Zeeland. En ik stond daar en er komt een... wat er tegen mij, wat ze mij verteld hebben. Dat je daar in zo'n heilige ceremonie staat, met zulke mooie mannen uit zoveel mooie oude tradities. En dan komt er een mooie Afrikanen, die lange mensen, waar de leeuwen voor weglopen.
de Maasai, er komt een Maasai elder, die komt naar me toe, en die een tribesman. En die zegt tegen me, you're a wise man. En ik denk van, wauw. Maar ja, daar gaat het allemaal niet om, weet je. Het gaat er niet om, het gaat me niet om het ego, maar het gaat er wel om dat die mooie kennis, dat die mooie waarde die daarin zit, dat het de wereld in stroomt. Dat we iets beginnen, dat we onze verbinding terugvinden, onze echte verbinding. We hebben geen leiders nodig. We hebben geen spirituele leiders nodig die in hun kop gefixeerd zitten. We hebben die dienende leiders nodig. Die vanuit hun hart met hun gevoel werken. Die ook een balans hebben tussen het mannelijk en het vrouwelijk. Die kunnen luisteren naar de vrouwelijke kant. Daar is het tijd voor. En dat is ook wat in de rune zit. Want het is ook wat wij in de rune leggen, wat we eruit halen. Dat is het ook. Wauw, wat een verhaal. Ik wist niet wat ik ging delen vanavond. En misschien is het wel het beste zo om zo te werken. Ja. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor jullie vriendschap. Maar goed, nu ben ik dus echt stap voor stap. Maar ik ga als een speer. Ik ga als een speer door die cursus heen van Dien en Tony. De meeste Nederlanders zitten nog in module 2, ik zit in module 4. En ik onderneem ook nog alle stappen, ik maak aantekeningen. Er zijn ook nog wel wat mensen die nog sneller gaan dan ik. Ik weet ook niet hoe ze het doen of wat ze doen. Maar ja, iedereen gaat op zijn eigen tempo en die haalt eruit wat hij eruit haalt. En neemt zijn strategieën. Ik weet alleen van 25 jaar geleden, als ik me daar vol in ga, dat ik er ook heel veel uithaal. Dus nu ga ik er nog veel voller in dan dat ik 25 jaar geleden gedaan heb. En met de wijsheid en de kennis die ik nu heb, ja, kan ik ook nog een beetje verder komen. Ik word alleen een beetje oud. Ja, dus ik hoop dat ik ook mijn kennis ook de wereld in kan dragen. Dat die vonk mag... Dat het veel harder mag bewegen. Dat er iets mag gebeuren. Mijn droom was gewoon dat zonnewiel. Een groot zonnewiel ritueel ceremonies. De midwinterfair ceremonie van een paar jaar geleden. Van 3 jaar geleden in het Archeon. Dat was te gek. 300, 400 mensen die het Heimdallied aan het zingen waren. Ook het Heimdallied was ook in de Kiva gezongen. Met 500, 600 mensen. Ja, te gek. Dat we weer die oude spirit weer wakker maken op de echte manier zoals het bedoeld is. In liefde, in harmonie. En dat we ook gewoon, dat ook een Aboriginal elder en een Maori elder kan komen. Dat ze zeggen van ja, dit is het. Dat is wat ik bedoel. Daar heb ik het over. En daar zet ik me al 30 jaar voor in. Oké, ik ben dus nu dit product van die runeboterreis. Ik dacht, daar ga ik mee verder. Dat is mijn niche. Weet je, ze zeggen, narrow it down. Maak het kleiner, hetgeen wat je aan te bieden hebt. En ik dacht eigenlijk gewoon, nou, dit wat hun vertellen nu, dat wil ik gebruiken voor mijn runeboterreis. Om die gewoon echt te lanceren op een wereldplatform. En wat daar dan weer uitkomt, dat zullen we dan wel weer zien. En daar ben ik nu dus mee bezig met al die strategieën die er zijn die je kan volgen. En misschien ben ik nu op het ogenblik af en toe een beetje aan het spammen. En daar excuseer ik me voor. Ik ben nu ook in een leerproces natuurlijk, een groot leerproces. Dus ik maak fouten en dat is ook oké. Maar beter geschoten, niet geschoten is altijd mis. Dus ik Dien en Tony zeggen altijd, take massive action, weet je. En als je dit hoort, mogelijk zijn er dingen, terwijl ik zo aan het praten ben, dat er dingen bij je opkomen. En die denken, oh ja, dat en dat, oh ja, dat wil ik ook nog doen en dit en dat. Doe het, zet jezelf ertoe aan en zeg ik, dat ga ik doen. En ik wil ook echt de Qigong ook echt onderdeel maken van de komende runenreis. Dat ik dat echt veel duidelijker aangeef.
hoe ik dat doe. Weet je, hoe je de rune in je handen en in je voeten visualiseert. En je kan het ook op een gegeven moment weer helemaal loslaten. Die rune die zijn ook maar om te gebruiken. Hè? Of om... om van te leren. Maar het is niet zo van dat ze moeten je niet je leven gaan beheersen. Zei hij. Toch. Ze doen het wel en ze doen het niet. En dus wat ik nu aan het doen ben, ik loop eigenlijk soms een beetje mezelf voorbij, maar ik wilde toch, ik dacht van ja, ik wil gewoon deze 1 juni ga ik die 24 dagen uitdaging, maar nu in het Engels, ga ik opnieuw beginnen. Ik ben vandaag helemaal een opzet aan het maken via die website van Tony en Dean, Mastermind heet het, daar kunnen mensen zich aanmelden. Die 24 dagen zijn gratis en daar ga ik ook in de volle passie in. En Dean en Tony doen ook nog heel veel dingen gratis. En ook om al die mensen te bereiken. En het is ook een net waarbij je de mensen die meer willen... Hè, meer willen weten, die vis je er dan uit, als het ware. Die verder willen gaan. En die ook echt op het moment die mogelijkheid om zo te blijven leren, zo met die 24 dagen op dat niveau, die blijft gewoon bestaan. Maar de mensen die echt die actie ondernemen, die zorgen er ook voor dat ze een betere kwaliteit krijgen in hun leven en meestal ook meer inkomsten. Dus die mensen kan je dan ook weer een iets beter product aanbieden. Voor een kleinere doelgroep, waar je dan wel weer inkomsten uithaalt. En zo heb je een bepaalde een trap. En krijg je commissie van hen, is een vraag die Anne me stelt. En krijg je commissie van hen? Oh, dat ik er nu reclame voor maak, bedoel je? Dat je... nee, het is gewoon puur enthousiasme. En ik vond het heel gaaf dat ik een berichtje stuurde. Ik had me aangemeld voor de cursus. En er zijn 100.000 mensen, 10.000 mensen die naar de uitzending keken. Over de hele wereld vandaan op internet. En geloof het of niet, maar ik kreeg een persoonlijk berichtje van Dean terug. Ik had me aangemeld en toen werd gelijk gevraagd om een creditcardnummer. En voor die mastermind moest ik weer zoveel betalen. En toen voelde ik me een beetje getrukt. Maar toen kreeg ik gelijk van hem een berichtje terug dat een foutje in het systeem was. En er waren geloof ik nog 70 of 700 mensen die hadden datzelfde bericht gekregen. En toen hebben ze die bug eruit gehaald. Maar echt een persoonlijke reactie op mijn ding. Ik dacht van wauw, weet je wel. Ongelooflijk, die gast die gaat door tot 2 uur 's nachts. En om 5 uur is die weer zijn bed uit. Of om 6 uur vol energie. Maar die challenge, die uitdaging die ze aanboden, die was maar 3 of 4 dagen geldig. Hè? Of 6, 7 dagen was die geldig. Dus als je nu dat wil doen, dan betaal je 2 keer zoveel. Dan betaal je gewoon... Nee, betaal je 2 keer zoveel. Dus het is eigenlijk helemaal niet dat ik daar reclame voor aan het maken ben. Daar is het nu te laat voor. Ja, of je moet het dubbele willen betalen. En het zal het ook waard zijn. Maar daar doe ik het niet voor. Het is meer mijn enthousiasme. En dat ik jullie heel graag jullie het contact met jullie onderhoud. Ik heb jullie heel graag bij me op de reis. Ook jullie support, mogelijk ook naar anderen toe als het dan wat groter wordt. En met die 24 dagen runereis en ik wilde je gewoon ook vertellen, dan wil ik een volgende stap ondernemen. En die volgende stap, dat is een betalende stap. En die zal ook eigenlijk nog... Ik dacht, ik wil hem wat later doen. Kan ik dan met nieuwe maan beginnen in juni?
Maar de eerste gedachte was ik 1 juni, 1 en dan elke dag 1, 2, 3, 4, de 24 op de 24 dagen. Dat is zo mooi, dat deed ik toen in februari ook. En de tijd is kort en ik moet me nou heel snel heel veel doen. En dat ben ik de hele tijd aan het doen. Maar er zullen later meer mensen binnenstromen. Maar als ik kan het een maand uitstellen. Ja, ik wil het gewoon nu doen. Het komt zo mooi uit, de 24ste juni. Als ik het nu begin, dan zit je met de 24ste juni, dan zit je dan zit je precies zo op de langste dag, dat je dan aan het einde van die runereis bent. Nou, dat is helemaal super cool. En of die aan het einde van die uitdaging bent. Tegelijkertijd is het 24 juni volle maan. Ja, nou ja, toen ik dat zag, toen dacht ik, nee, ik moet het gewoon nu doen. Ik moet gewoon van volle maan naar nieuwe maan gaan en dan weer, of nou ja, eigenlijk is het dan na, morgen is het volle maan. En dan ga je dus, over een paar dagen begint dan weer die nieuwe rune-uitdaging. Ja, en nou ja, goed, het is gewoon zo van, je hoeft natuurlijk, net als de laatste keer, je hoeft niet overal helemaal vol in mee te gaan. Het is gewoon leuk als je wat dagen meepakt en je kan je aanmelden via die site. En dat kost echt gewoon niks. Dus je bent gewoon vrij om dat te doen. Ja. Ja, dat is het een beetje. En ik geloof dat dit gewoon een super ga, dat het gewoon super ga. Ik voel me gewoon super excited met waar ik op het ogenblik mee bezig ben. De inspiratie stroomt gewoon als een idioot. En ik heb me nog nooit zo lekker gevoeld. Ik heb ook op het moment helemaal geen zin om zweten te doen of zo. Ho. Daar moet je ophouden. Ja. Nee, maar goed. Donovan is trouwens op dit moment in Nederland. Ik kreeg een uitnodiging, maar ik geloof dat het een beetje een gelimiteerde uitnodiging is. Donovan is een van de Sundancers van Steve. En Donovan die is ook, hij is ook Blackfoot-Indiaan en was een van de helpers bij Steve Sundance. En bijna een onuitputtelijke energie en dat zeg ik dan. Hè? Mensen die mij vaak zeggen mensen dat ik zoveel energie heb. Nou, Donovan die heeft nog 3 keer zoveel energie. Ik stond altijd ervan te kijken wat hij allemaal voor elkaar kreeg. Als ik een zweetut heb gedaan of 2 zweetuten of 3, dan ben ik echt wel totaal aan het eind van mijn leuk Latijn. Maar Donovan die blijft gewoon gaan, full power. Maar Donovan is ook, hij was een leerling van Crazy Bull. En Crazy Bull was een heyoka. Ik ben heyoka of ik ben ceremoniële clown. Heyoka is echt wel iets van de donderdromers van de Lakota. Ik ben ook een donderdromer. Ik heb ook verbinding met die donderkrachten. Daarom werkt die bliksem nu ook zo lekker door me heen. En Donovan die kan me heel vaak, heeft me ook heel veel kunnen helpen. Op het moment dat ik vastloop, dan is hij die me begrijpt. Omdat hij kent die donderstormen die door je heen razen. En hij kon met een paar woorden, kon hij gewoon paf. En dan kon ik gewoon weer mijn dingen doen. Maar hij is ook een Yuwipi-man. Hij heeft een bundel gekregen van... hij is ook een Yuwipi-man. En Nico is bij een Yuwipi-ceremonie aanwezig geweest. En die weet dat Nico is sinds die ceremonie niet meer dezelfde, hè Nico? Nee. Dat is wel... dan is er geen ontkennen meer aan, zeg maar. Als je dat gezien hebt, dan... dan heb je het niet meer over geloven of wat dan ook. Maar dan heb je het gewoon... dan weet je het gewoon dat het niet ophoudt als je... of dat er spirits zijn, zeg maar. Ja. Want dan heb je ze gezien en gevoeld. En letterlijk gevoeld gewoon.
Ja. Je hebt ze gehoord. Ja. En vanaf het eerste moment weet ik het. Mag je erover vertellen, Philip, of niet? Is dat, jawel, hè? Ja, wat je voelt, weet je, wat je voelt. Het is ook altijd, ik geloof dat we er nu goed over kunnen praten, weet je. Het is, je wil er niet over praten met mensen die er niet voor openstaan. Nee. Want het is iets ontzettend moois en het is vaak ook iets ontzettend dierbaars. Iets ontzettend dierbaars voor ons. Het is echt verbonden met dat hele kwetsbare in ons. En als het dan een of andere lompe lul is, waar je dan vertelt, ja, dan doe je jezelf heel veel pijn, want je krijgt een vervelende reactie erop. We hebben nog 10 minuten, ja. Eigenlijk, dan is het over. Ja. En dan, Nee, maar het wat ik nooit zal, ja, ik zal de hele cinema nu nooit vergeten, maar je zit in een joert, helemaal donker, en een medicijnman in het midden, en de ceremonie begint. En ik wist helemaal niet wat ik moest verwachten, maar ineens komen er allemaal een soort lichtjes vanuit het midden, vanuit het plafond. Die zakken naar beneden en die soort vuurvliegjes lijkt het wel en die gaan ronddraaien. En nou, dat kan Hans Kazan ook, maar deze gaan gewoon direct door je hart en dat voel je. En dat is zo overweldigend, ja. Ja. Vaak komen dan, nadat de lichtjes komen, ja, het is, ik heb het al vaker bij geweest. En soms dan gebeurt het heel anders. Eén keer was ik in een Loampi-ceremonie met Steve, hè, ook een leraar dan ook van Donovan. En er waren in die ceremonie waren allemaal mensen die de ceremonie kenden. En die waren allemaal toegewijde mensen, allemaal mensen die open stonden. En dan hebben de spirits heel weinig moeite, hoeven ze heel weinig moeite te doen om binnen te komen. Dan is het kanaal eigenlijk gewoon al schoon, al open. Dus eigenlijk het moment dat het licht uitging, vloog er gelijk een arend. Of nou ja, of het een arend was, ik wil graag al denken dat... Maar je hoorde gelijk een arend fladdert waarschijnlijk niet. Maar je hoorde gelijk een vogel fladderen in de ruimte, weet je. Dat, ja, nou ja, dat kan gewoon helemaal niet, maar het gebeurt wel. En ja, dan ben je gelijk, je bent gelijk van, oh wauw, je bent dan gelijk in het wonder. Ik heb ook vaak al meegemaakt dat, net als wat ik nu vertel over Njord, hè, als ik naar een ceremonie toe ging met Steve, dat ik vaak dingen aan het schilderen was en dat ik later spirits zag in de ceremonie en dat ik wist, oh, ze zijn al bij me geweest. Met Donovan is het ook zo. Donovan heeft een van zijn helpers heet Smoking Man. En die man die rookt, die spirit, die rookt gewoon heel veel. Volgens mij staat hij op de foto. Volgens mij staat hij op de foto van de Midwinter Fair. Nee, niet de Midwinter Fair, de Midwinter Ceremonie op Wintjesvoort. 2 jaar terug. Daar staat hij op de foto. Je ziet hem op een gegeven moment, dan is er een groot vuurrad. En er komt allemaal rook uit. En dan zie je een soort spirit achter in die rook. En volgens mij is dat Smoking Man. Maar een keer, dus Donovan was in het land. En ik stap in de auto en ik denk, hè, hoe kan dat, joh? Weet je wel, echt, dat in de auto was net of er iemand echt een paar sigaretten had zitten roken, weet je wel. En dat is eigenlijk hoe Smoking Man zich eigenlijk kenbaar maakt. Het grappige is dat die spirit, die heet Smoking Man, hij zal wel als mens ooit heel veel gerookt hebben, of hoe dat dan precies werkt. Maar juist Smoking Man, als die in ceremonie komt, dan helpt die mensen ook die willen stoppen met roken. Of, daar, ja, het zijn ook Heyoka spirits, hè, bij Donovan ook. Jammer dat Marleen er nu niet bij is, want die zat naast me in een ceremonie met Donovan. En die weet wat er op dat moment gebeurd was. Maar in ieder geval, Donovan is wel in het land, maar nu is het wel leuk dat ik over hem praat. En ik vind het ook een beetje eng, want ik heb helemaal geen zin om erheen te gaan. I'm so energized. En als ik dan naar die ceremonie ga, dan ben je daar 's avonds en dan ben je met een heleboel mensen en ben helemaal niet meer gewend om met mensen te zijn. En dan gaat het licht uit en dan wordt het iets van 3-4 uur 's nachts. Dat tot 4 uur in de ochtend gaat die ceremonie door. En dan ben je tegen om 1 uur of 6 ben je thuis. En dan ben je ook nog in een healing ceremonie. Dus voor een deel wordt er ook energie van jou gebruikt om de ander te helen. En dat gaat dan nog een aantal dagen. Daar ben je nog een paar dagen van onderweg. Daar vertel je wel animerend over.
Dat zeg je? Ook hier vertel je wel animerend over. Ja, het is... Ik word wel nieuwsgierig. Ja, dat begrijp ik. Ja. Je kan mij een mailtje sturen. Ben je wel op donder11.nl, donder11@gmail of bronwereld@gmail.com. En je kan even kijken of het inderdaad... Ik denk wel dat het een gesloten ceremonie is nu. En Donovan die zal... Ik denk dat ik nog wel dingen met Donovan te doen heb in de toekomst. En sowieso, ja, ik ga ook wel meer mijn ceremonies doen. En ik kan je ervan op de hoogte houden. Maar op dit moment zei ik... het is heel gaaf wat hij doet. Het helpt natuurlijk heel veel mensen. Maar waarvoor ga je naar een Lowempe of een Yuwipi-ceremonie? Waarvoor ga je daarheen? Niet zozeer uit nieuwsgierigheid, maar je gaat daarheen om de mensen die om healing hebben gevraagd of om hulp te hebben gevraagd, om voor hen te bidden. Daarvoor ben je daar. En dat is de clue. En vanwege de omstandigheden met corona, er zijn nog steeds heel veel regels, hebben ze maar heel weinig mensen mogen komen. En waarschijnlijk binnen de groep van Intimi zijn er al veel te veel mensen die al willen komen. En dat werd al in die mail. Dus Anne, ik denk dat ik je hierin zal moeten teleurstellen. Ik kan wel nog naar die zweetceremonie van vrijdag in Soest is het waarschijnlijk, vrijdagmiddag. Daar kan ik nog naar kijken of dat een mogelijkheid is voor je. Ja, maar het is ook... het is wel die zweethut. Weet je, bij Steve zit je wat comfortabeler hoor, in de zweethut. Nou kom je niet om voor comfort naar de zweethut. Maar Donovan is wel een beetje van de oude stempel wat dat betreft. Steve is dan wel wat meer van wat comfort. En Donovan is echt van... van een veel te kleine zweethut waar veel te veel mensen in zitten. En dan zit je echt heel... Nou ja, als de spirits, als je daar voor de goede reden bent, dan zorgen de spirits echt wel voor je. Maar ik heb me daar ook wel behoorlijk ongemakkelijk gevoeld een keer. Maar toen was ik ook wel een beetje aan het klooien geweest. Dus ik kreeg gewoon op mijn flikker. Maar ja... Ja, Donovan heeft... ik zal nog even iets vertellen. Misschien dat het in één keer wegvalt. Maar dan ga ik geen nog een sessie doen. Morgen om 5 uur op. De eerste Yuwipi-ceremonie waar ik met Donovan in was. Is het ineens weg, hoor. En... Ik was die week een beetje aan het klooien geweest met paddenstoelen of zo. En nou doe ik dat de afgelopen paar jaar heb ik bijna niks, vrijwel eigenlijk helemaal niks gebruikt. Maar toen wel, ik denk dat het ook de laatste keer was. En ik was in de ceremonie van Donovan, ik had een zweetwit dus voor gehad. En ik had er eigenlijk niet zoveel zin in op dat moment. Ik had al te veel informatie te verwerken, dacht ik. Dus ik zit een beetje eigenlijk me te verstoppen, want die spirits, de Yuwipi-ceremonie begint. Dus die spirits die zijn er. Ik zie die lichten, zie ik voor mij bewegen zo. En je bent gewoon compleet nuchter in zo'n ceremonie. Het is geen ayahuasca-ceremonie, het is geen hallucinogeen die je gebruikt. Maar ik had mijn jas over mijn hoofd heen getrokken en ik verstopte mij. Ik wilde het gewoon even niet, ik had er geen zin in. En ik dacht, nou, Donovan die zit opgerold in een deken. Hè? Dat hoort bij een Yuwipi-ceremonie met zijn buik naar de grond. Met deuken ook over zijn hoofd, touwen, handen op zijn rug gebonden. Ik denk, nou ja, hij ziet me niet. Hè? Hoe stom kan je zijn dat ik zo dacht? En na 10 minuten hoor ik Donovan. Filip! Shit, man, ik schiet gelijk rechtop. Filip, there's a bunch of spirits standing behind you asking... Why you call them in without giving them a job? Wow. Ja, de dag daarvoor had ik in de zweet had gezeten. En ik had verteld dat ik een Odin-lied had. En hij zegt, nou, go ahead, sing it. En ik had het niet eens... Ik had dat nooit verwacht dat hij me dat liet zingen binnen een Lakota-ceremonie. Een Odin-lied. Dat had ik niet verwacht. En hij zei dat. Dus hij zette hem op de spot en ik had het lied gezongen. Nou, die spirits...
Die waren dus. Ik ben gelijk gaan bidden. En ik bid al vele jaren hier met Janine.